Ik ben Niels Verborg. Ik studeer master rechten en mijn masterproef gaat over het transfersysteem in het voetbal. In mijn masterproef ben ik nagegaan in welke mate dat het transfersysteem van Wereldvoetbalbond FIFA overeenstemt met het Europees en met het Belgisch recht. In het eerste jaar van mijn master heb ik eigenlijk een soort vooronderzoek gedaan waarbij we een onderzoeksplan moesten maken. Dat is eigenlijk een soort van plan van aanpak. En in het tweede jaar ben ik dan eigenlijk aan de slag gegaan met dat vooronderzoek door daar eigenlijk een scriptie van te maken, gebaseerd op een literatuurstudie en ook met interviews met vakexperts. Dat waren voornamelijk advocaten, maar ook arbiters van het Internationaal Sporttribunaal en ook enkele mensen die eigenlijk meer voetbaltechnische kennis hebben. Uit mijn masterproef is gebleken dat het transfersysteem problematisch is vanuit juridisch oogpunt, waarbij vooral opvalt dat het leeuwendeel van de huidige transfersommen eigenlijk illegaal is naar Europees recht. Het belang van mijn masterproef bestaat er eigenlijk in om enkele excessen die worden geproduceerd door het transfersysteem te tackelen. Daarbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan de constructie waarbij dat ouders eigenlijk een arbeidsovereenkomst gaan tekenen voor een minderjarig kind, alvorens het kind de minimumleeftijd om een arbeidscontract te tekenen, en de 16 jaar, heeft bereikt. Ik zou graag hebben dat mijn masterproef een beetje een bescheiden bijdrage is om het onderwerp bespreekbaar te maken en dat we toch kunnen gaan naar een transfersysteem dat wel rechtsgeldig is en eigenlijk ook beter is voor de voetbalsector als geheel.